Angels naar bovenaan. Ha ha ha!
hartelijk applaus met nummer 8, Mark de Graaf! Timo Hilgensen!
beetje de enige spits in Nederland die met rug nummer 2 speelt. En als ik zeg rug nummer 2, dan zeg ik Olivier Olivia! De volgende is schaduw nummer 10, achter Arwin Wezoes. Maakte hij furoren. En niemand minder dan onze nummer 18, Jere Rijbergen. Hebben, maar die worden natuurlijk geholpen door een staf. En die staf die bestaat uit heel veel mensen. Ik ga het even uit mijn hoofd doen. Maar staf, kom maar eens even lekker op. Onder aanvoering van onze hoofdtrainer Koen Jansen. Spensloot. Onze Sander Sellers. Han van Els. Jacqueline Jonkers. Want we hebben er nog twee te gaan. We hebben er nog twee te gaan. En voordat ik de heel... Het kon alleen maar Stijn zijn die dit deed. Nee, voordat ik die jongens het podium oproep, zou ik graag nog, want ik heb jullie nu allemaal bij elkaar, ik zou een enorm applaus willen hebben voor een aantal figuren hier binnen de club. En laten we beginnen met de sponsoren. Is onze technische commissie. En dan daarop gevolgd door jullie supporters. Dan is één speler er niet bij. Eén speler die zich afgelopen donderdag heel kranig weerde. Zelfs al kampioen was in de bekerwedstrijd. Jongens, de handen op elkaar voor Koen Uitwaal. Maak een beetje ruimte voor onze geweldenaar. De man die al heel lang bij ons is, aanvoerder is en dit jaar gaat stoppen. En de man die vandaag werkelijk maar alles met zijn hoofd deed. En dat met een paar hechtingjes moest verkopen volgens mij. Geef een hartelijk applaus voor Jouke van Elst en Barry Beyer!
Dan zijn we bijna gekomen aan het einde van de huldiging. En ik zou jullie graag nog even het woord willen geven aan onze praises. Gijs van den Broek. Van de voetbalvereniging Scherpenzeel wil ik de spelers, de staf, de begeleiding, iedereen die iets met het eerste elftal te maken heeft, van harte feliciteren met dit kampioenschap. Ik loop al vanaf augustus Koen op te naaien. Als je met dit stel geen kampioen wordt, ben je een waardeloze trainer. Maar dan moet je het wel doen. Koen, fantastisch. Nooit gelukt was dankzij de steun van jullie allemaal. Fantastisch! Daarbij rijd ik al een week of acht met die schaal in de ronde. En ik denk, als hij in de laatste minuut nog valt voor LSC, dan had ik hem echt het weiland in gesurfd, want dan zat er een vloek op. Maar gelukkig konden we hem mee naar huis nemen. En arrogantie heb ik een hekel aan, dus ik ga het niet zeggen. Maar we zijn wel de beste van Scherpenzeel. We zijn ook de beste van Woudenberg. We zijn zelfs de beste van Renswoude. We zijn de beste van Barneveld. We zijn de beste van Amersfoort. Wij zijn de beste! In één woord. Normaal doen. En Koen, wat was het mooiste moment tijdens dit seizoen, zeg maar? Je hebt het mij verteld. Ja, klopt. De 100ste goal. De 100ste goal in de uitvoering van Olly. Barry, als laatste, wat was de joker in jullie groep? Wie is de joker in jullie groep? De joker in onze groep? Nee, ik denk dat dit echt een... En dan heb ik nog één heel mooi dingetje. Koen. Volgens mij waren jouw kinderen de vorige keer ook al van de partij. Klopt dat? Ja, die jongens waren erbij, hè. En die waren behoorlijk teleurgesteld.
Ja, het moest huilen, ja. En die hadden iets heel moois gemaakt. Ja, hij heeft een spandoek, hè? Ja. Wat heeft hij nou uit de prullenbak gewist hebben? Kijk, ja, even laten zien, even laten zien. Kijk jongens. Doe maar. En waren zo vreselijk teleurgesteld dat ze hem in de prullenbak gedaan hadden. Maar ze kunnen hem vandaag weer gebruiken. Geef ze een vreselijk applaus! Met z'n allen een doelstelling uitgesproken dat we... dat we heel graag kampioen willen worden. Dat riepen we ook al met z'n allen. We hebben gezegd van nou, daar hebben we ook de groep voor. Maar het verschil tussen het willen en ook daadwerkelijk doen... ik denk dat dat voor onszelf een compliment waard is. Op de vraag van wat is die joker? Ik denk dat het vooral een teamprestatie is waarbij eigenlijk iedereen zijn aandeel heeft gehad. En eigenlijk daarin, zonder niemand tekort te willen doen, wil ik nog wel één heel, heel, heel groot applaus voor... Nou ja, ik kende zijn naam, omdat ik wist dat hij heel veel jaren heeft gespeeld. Altijd al. Voetballen kende ik hem nog niet. Kwam ik wel heel snel achter. En dat was best lager. Super. Bovenal een goede voetballer en een fantastisch persoon. En ik denk als je dan een joker in een positieve zin mag noemen... dan zou ik een heel, heel, heel groot applaus willen hebben voor onze Jouke van Els. En misschien wil Jouke zelf ook nog wel wat zeggen, want hij zei de hele tijd, Barry, ik wil even wat zeggen. Zeg Jouke, heel even wachten, jij komt zo wel. Ik word er een beetje ongemakkelijk van, zoals jullie kunnen zien. Maar lang is het geleden, bijna 20 jaar geleden denk ik dat ik bij het eerste beetje aansloot. En dan sta je hier en is het klaar. Maar fijn dat ik kan afscheid nemen met de kampioenschap. Ook al is mijn aandeel heel minimaal geweest, of misschien wel niks. Blij dat deze groep volgens mij compleet blijft en bij elkaar blijft. Mensen, bedankt voor vandaag, voor afgelopen zaterdag, afgelopen donderdag. Jullie zijn fantastisch. En maak een mooi feest van de stad. Nergens aan denken, even maar.
dan ben je thuis. Je zit in de verte, het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engel de vader die bijna verloor. En dan zie je bloemen, alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan. Alsof ze wil zeggen, nu zit je voortaan. Thank you.